Hallo meisjes en jongens, goedemorgen dames en heren. Welkom bij deze schooltelevisieuitzending, waarin we beginnen met de tweede aflevering van de serie De Dromen van Rimpel. Rimpel is een van de poppen in het theater die denkt dat hij veel betere en veel leukere poppenspelen kan bedenken dan Margriet en Agnes. In dit programma bijvoorbeeld moet hij meespelen in een stuk met een dokter en daar heeft hij helemaal geen zin in. Kijk zelf maar naar De Dromen van Rimpel met als titel Ik wil niet in mijn blootje.